Nou kregen wij ook een mailtje van iemand die zei... Ron, kom jij bij ons voetballen kijken dinsdagavond? Het Nederlands elftal dus speelt. En het zou leuk zijn als jij erbij bent. Nou, natuurlijk zijn wij erbij. Want ja, ik vind op dit moment, je krijgt zo weinig voetballen op tv. En we zijn hier in de Jan van Rijswijkstraat. En ja, ik wil wel goed kunnen kijken. Dus ik heb het een en ander geregeld. En we gaan er een lekker feestje van maken. De tijd is weer gekomen. Tijd voor een groot feest. Dat wil je echt niet missen. Hier moet je zijn geweest. In Oostenrijk en Zwitserland. Daar hebben we plezier. We zingen voor Oranje vol vertier. Feesten doen we hier. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het voetbal, we gaan er tegenaan. Het legioen dat laat de leeuw niet in zijn hemdje staan. We hebben een sterk team voor een Europees toernooi. Wordt het Huntelaar of Sneijder of misschien Van Nistelrooy. Van Basten aan het roer in 88 kampioen. Het oranje feest daar is voor iedereen, voor het hele legioen. We zijn er weer bij en dat is prima. Nou, en hier om het hoekje ruik ik alweer de meest heerlijke dingen. We gaan van links naar rechts. Hop, hop. En nog een beetje zin in. Als de lente klopt, dan stuur ik jou. Doe mij Amsterdam. Als de lente klopt, luk ik voor jou. Doe mij Amsterdam. Als ik leven kom, dan stuur ik jou. Hey Remco, wat denk jij ervan? Ik denk dat ze gaan winnen vanavond. Met een nulken of twee. Ja, ik bedoel het vlees. Het vlees? Ja, dat gaat goed als je zo ziet, hè. Ik kan zo lang zoeken, maar de
Er staat weinig op het spel natuurlijk, maar dat maakt niet uit. Dan sta je veel op het spel. Dat ze nu gaan branden. Zo, alsjeblieft. En de stemming zit erin. Wie kan ik verblijden met een hamburgertje? Heidegger, de captain, de zeeuw, Boularus. Ze zijn de wedstrijd in goede week. En die avond blijft het. De wedstrijd in Spanje speelde die 13 november. Na niets meer gespeeld. Ja, deze vrienden. Wat vind jij nou van de wedstrijd tot nu toe? Goed. Ja? Jij bent volgens mij echt een voetballiefhebber, hè? Ja, echt wel. Ja? Kijkt je altijd naar Oranje? Ja. Spelen? Ja. Jij hebt dan ook verstand van voetbal, hè? Ja, heel veel. Wat is nou precies buitenspel? Ja, dat ben ik even vergeten. Bloes. Aan de aandacht van Rad ontsnapt. De Claire. Robin. De Claire. De Zeeuw. Engelaar. Alle veldspelers op de helft van Roemenië. Nou, hier zijn ze in ieder geval klaar met eten en drinken, zitten nog voetbal te kijken. Maar wij nemen afscheid van u, maar niet voordat ik deze ijs op heb. Nou, geintje. En ik zie jullie volgende week bij een nieuwe aflevering van De Groeten Uit. En vergeet niet te kijken op onze website groetenuit.nu. En de groeten!